We zijn hier bij de Nacht van de Vluchteling. Een sponsorloop die vanaf 12 uur vannacht van start gaat. De deelnemers gaan 40 kilometer lopen zonder slaap. En ze halen hiermee geld op voor de Nacht van de Vluchteling. Cindy, we staan hier bij de Nacht van de Vluchteling. Kun je me daar iets meer over vertellen? Ja, de Nacht van de Vluchteling is een van onze grootste fondsenwervende evenementen van Stichting Vluchteling. Hier roepen wij eigenlijk mensen uit Nederland op om eigenlijk voor vluchtelingen wereldwijd te lopen. Om sponsorgeld binnen te halen. We besteden er ook aandacht aan om naamsbekendheid aan de stichting en vluchtelingenproblematiek. En daar is de Nacht van de Vluchteling voor. Dit is de 9e editie. Jullie zijn hier bij de Nacht van de Vluchteling. Waarom doen jullie eigenlijk mee? Voor mij is het eigenlijk een beetje het is persoonlijk. Mijn ouders waren ook vluchtelingen, dus het staat wel heel erg dicht bij mij, zeg maar. Dus. En hoe hebben jullie je voorbereid? Ik heb een aantal wandelingen gedaan en that's it. Ja. That's it. We hebben samen een keer een hele lange wandeling gedaan, dat ging goed. Dus we gaan ervan uit dat het vanavond ook allemaal soepel gaat verlopen. En hoeveel geld hebben jullie opgehaald? Ik zat iets over de 300 euro. 100 ja. euro. Ja. Nou, dan wens ik jullie een hele fijne, goede wandeling. Dankjewel. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, meer dan 1000 mensen die ervoor kiezen om in deze nacht 40 kilometer te gaan lopen. Natuurlijk voor het goede doel, die vluchtelingen. Ik vind het hartverwarmend. Khalid, where are you from? I'm from Damascus, Syria. And why are you walking here? We're walking because we have the privilege of being safe. So we're walking to help others who are left behind, who don't have a place to sleep, don't have food. So in a way, we're trying to contribute. And how is it here in Holland for you? It's great. Yeah, it's good. Going really well for most of us. En kun je me vertellen hoeveel mensen doen er nu mee? Want het is de eerste keer in Utrecht. Ja. In Utrecht doen er nu meer dan 1000 mensen mee. Dus voor een eerste editie is dat echt, zijn we echt super, super goed en we zijn helemaal blij ermee. En in totaal doen er in alle vier de steden doen er 5200 mensen mee. Welke mensen doen er nou in Utrecht mee aan deze loop? Nou, dit is de eerste loop. We hebben een hele mooie route uitgestippeld langs Overvecht, het Vechtstreeksmuseum. En eigenlijk lopen heel veel mensen uit die buurten lopen mee. Ook heel veel groepen lopen eigenlijk samen mee. Grote groepen, een stuk of 17 tot 25 mensen. En vooral mensen uit het Kanaleneiland staan heel betrokken. Eigenlijk is Utrecht gewoon heel betrokken eigenlijk bij dit evenement. En dat is heel fijn.